Inwoners van de gemeente Dronten moeten hun afval beter scheiden. De gemeente heeft daarvoor een plan gemaakt. Dat is gisteravond goedgekeurd door de hele gemeenteraad. Bij ons wethouder Siepel van Dronten, goedemorgen. Goedemorgen daar. Wat is dat plan? De gemeenteraad heeft gisteravond het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. En daarin zijn de maatregelen opgenomen waarin we de komende jaren aan de slag gaan om ons afval beter te scheiden, maar ook om er samen minder afval te maken. En dat is hard nodig, want als we die maatregelen niet nemen, dan zal de rekening voor de afvalinzamelingen de komende jaren echt enorm moeten stijgen. Oké. En wat zijn die maatregelen? Wat zijn die maatregelen? Nou, eigenlijk zijn er twee pijlers in het plan. De ene pijler is communicatie, voorlichting, bewustwording. En daar zullen we allerlei voorlichtingsacties zullen we gaan doen. Er komt een afvalcoach die inwoners gaat helpen. En de andere pijler, dat is dat we inwoners ook echt gemakkelijker willen maken om afval te scheiden. En het afval wat gescheiden is, om daar ook makkelijker van af te komen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld de uitbreiding van de Milieustraat. We zullen een mobiele Milieustraat aanschaffen die ook in Zwitserland en in Biddinghuizen of op andere plekken in de gemeente kan komen te staan. Maar ook bijvoorbeeld hele kleine maatregelen. Een van de stromen die we beter moeten scheiden is etensresten. Dus inwoners die dat willen kunnen bakjes krijgen om in de keuken afval te gaan scheiden. Of bijvoorbeeld op iets groter niveau ook buurten die iets willen doen met composteren gezamenlijk. Dus het is een hele mix aan maatregelen die uiteindelijk toe moet leiden dat we minder restafval overhouden. Ja, minder restafval. En dan gaat het, want het moet echt spectaculair naar beneden. Nu levert iedere inwoner zo'n 140 kilo restafval per jaar. En dat moet dan in 2025 maximaal 30 kilo zijn. Hallo. Dat is wel een enorme wat mensen dan minder nog mogen gaan inleveren. En dan, het lijkt me best lastig. Ja, dat klopt en dat is ook heel ambitieus. Die 30 kilo hebben we niet zelf bedacht, want dat is de landelijke doelstelling. In Nederland zijn de eerste gemeenten zitten ook al op dat aantal. Dronten zit ergens in de middenmoot. En of dat gaat lukken, die 30 kilo, dat hangt niet alleen af van wat we in Dronten doen, maar dat hangt ook af van wat er bijvoorbeeld in de ketenen gebeurt. Wat verpakkings... Ja, daar kom je niet aan. Fabrikanten doen. Het hangt er ook van af of we kunnen voorkomen dat afval ontstaat. Een van de initiatieven die overigens gisteren ook is aangenomen, dat is de invoering van de ja-ja-sticker. Dus ook op die manier zorg je voor minder afval. Maar we gaan bijvoorbeeld ook de verdere samenwerking met de kringloopbedrijven onderzoeken. Want lang niet alles wat wordt weggedaan hoeft al afval te zijn. Dus op die manier moeten we echt stappen zetten naar een circulaire economie. En dan is die 30 kilo in 2025 is al ambitieus. Maar de landelijke doelstellingen zijn om in 2050 helemaal zonder restafval te zitten. Oh, dat is nog erger. Zeg, komt er nou nog een bak bij? Niet bij de mensen thuis. Oh, hoe moet het dan? Nee. Hoe bedoel je dat? Ja, waar breng ik mijn restafval? Of krijg ik een bak voor plastic? Of hoe gaat dat? Nou, inwoners van Dronten hebben al gescheiden bakken voor de groente, fruit en tuinafval, voor papier en voor plastic, metaal en drankkartons. Okay. De alle andere stromen die gescheiden ingezameld kunnen worden, die kunnen, en dat zijn er volgens mij 27, die kunnen nu naar de Milieustraat. Maar die, met die mobiele Milieustraat willen we dus ook makkelijker maken op die dat heeft u gezegd. Kleine stroom. En dat restantje? Nou, om die kleine stromen dus ook makkelijker weg te brengen. Ook de techniek zal ons de komende jaren op dat punt denk ik wel helpen. Want het zou best zomaar kunnen van dat er bijvoorbeeld in zo'n PMB-bak... dat daar ook meer stromen straks in de toekomst in kunnen. Ja, en uiteindelijk zul je altijd afval overhouden van waarvan je niet weet van... Want ik heb dat zelf ook wel. Ik heb van de week een lekker band geplakt. Ja, waar laat je een binnenband van een fiets? Nou, wat heeft u ermee gedaan? Geen idee. Hij gaat nu nog in het restafval. Ja. Oké. Okay. Maar ik kan me best voorstellen van dat je zo'n soort materialen in de toekomst ook gewoon bij de mobiele Milieustraat kunt wegbrengen. Ja, nou noemt u heel veel stappen, hè? Hoe u de inwoners gaat helpen, hoe de gemeente daarbij gaat helpen. Van die bakjes voor je GFT-afval, groente, fruit en tuin. Andere zaken. Maar ja, dan denk ik 110 kilo restafval minder per huishouden. En dan kun je nog een bakje hebben of mensen erop wijzen van... goh, als je dit doet, dan kun je dat verminderen. Maar ja, ze moeten het uiteindelijk wel gaan doen. Waarom bent u ervan overtuigd dat het gaat lukken?
We hebben dit proces de afgelopen jaren samen met onze gemeenteraad, maar ook met een klankbordgroep van de inwoners doorlopen. Er zijn in Nederland natuurlijk heel veel verschillende soorten systemen waarin je hieraan kunt werken. Onze gemeenteraad, maar ook onze inwoners hebben heel duidelijk aangegeven nu nog vooral mogelijkheden te zien in communicatie en in gedragsbeïnvloeding. En dat dat kan, dat weten we ook, omdat uit het restafval wat we nu nog hebben, dat wordt regelmatig geanalyseerd. En daar blijkt dat op de grote stromen zoals GFT, papier, textiel, glas, dat er ook nog heel veel van die grondstoffen in de restafvalcontainer komen. Mm-hmm. Dus wij denken dat we met die voorlichting en met dat gemak in ieder geval al die kilo's die nog in het restafval zitten, ja, de komende jaren er toch, en dat, ik zeg het tussen aanhalingstekens, maar wel eenvoudig uit zouden moeten kunnen halen. Want dat heeft echt te maken met bewustwording, met bewustzijn en met gedrag. Okay. En elke kilo die in de restafvalcontainer komt, maar ook bijvoorbeeld in een papier of in een textielcontainer had gekund, als hij in een restcontainer zit, dan kost hij onze inwoners geld. En als hij in een papiercontainer zit, dan levert hij iets geld op. Ja, oké. Okay. Maar als ik dat nou toch niet doe, hè? Ik heb zoiets van, ja, het is leuk dat de gemeente dat allemaal voor me bedenkt, maar heb ik ben veel te lui, ik gooi het allemaal gewoon bij elkaar. Krijg ik dan uiteindelijk volgens de plannen, word ik daarvoor gestraft? Moet ik meer gaan betalen? Nou, niet u als individu, maar de rekening voor de afvalverwerking betalen we met alle inwoners van de gemeente eronder samen. Dus het gedrag van het collectief zal uiteindelijk bepalen van of het lukt om die trend waarbij jaarlijks die tarieven voor de afval omhoog gaan, of we die kunnen buigen, stabiel kunnen houden of misschien in de toekomst een klein beetje kunnen laten zakken. Maar ik zou al blij zijn als we hem stabiel kunnen houden. Maar er zal niet een agent bij de container staan om te kijken van heeft u wel het zakje wat u nu brengt goed gescheiden. Oké. Dat is duidelijk. Wethouder Siepel van der Ronten, dank u wel.